In het dorpshuis Lieshout is zaterdagmiddag een bridge-toernooi gehouden, waaraan 16 paren deelnamen. Het was bestemd voor leden van seniorenvereniging KBO Lieshout, van bridgeclub De Poort van Binderen en inwoners van Laarbeek. Het was de tweede keer dat dit toernooi werd gehouden. De eerste editie vond plaats in mei 2018 en de drijvende kracht toen was de eind vorig jaar overleden Jan van Zuylen. Even voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Nettie van Straten, ik ben bestuurslid van Bridge Club Poort van Binderen hier in Lieshout. Wij organiseren, ik wil u van harte welkom heten hier bij ons Lieshouts Bridge Toernooi. En dit wordt georganiseerd door de seniorenvereniging KBO Lieshout, waar Jan van Asseldonk vertegenwoordiger is, en Bridge Club de Poort van Binderen. En vanmiddag, we willen er een leuke wedstrijd van maken, proberen het een beetje relaxed, niet al te streng. We spelen 3 rondes en na de derde ronde is er een korte pauze. Dan kan je voor eigen rekening, als je dat wil, even bij de bar een drankje bestellen.